eerst gaan we even naar dit. Van het nieuwe Nederlandse kabinet wil een opt-out regeling op migratie. Ja, dat ligt er niet zomaar, want eerst moet er een verdragswijziging in de EU op tafel komen. Het is een beetje alle de mest recht, hè? Ja, dat is een beetje het verhaal. Ja, ook dit is wensdenken en hiervan moet je hopen dat de andere 26 lidstaten Nederland die opt-out gunnen. Nou, een van de landen die dat al een keer gedaan heeft is Denemarken. Die zijn er 4 jaar op teruggekomen, dat werkt niet, want zo ga je de arbeidsmarkt niet saneren. Maar oké, Cyprus is een land dat dicht bij Turkije in het Midden-Oosten ligt en zelf de migratiecrisis probeert te tackelen. Op Cyprus geloven ze ook uit eigen belang in Europese solidariteit. En dus zeggen ze, Nederland, er zijn andere manieren dan een opt-out. Geef bijvoorbeeld het Europese asiel- en migratiepact nou eens een kans. Geert-Jan Haan maakt een verslag. It's a pleasure to receive you here in Nicosia, so a warm welcome. My name is Marilena Rauna, I'm the Deputy Minister for European Affairs of Cyprus. Cyprus has been facing in recent years the migratory crisis, as has the whole of Europe, but Cyprus is a frontline member state in this region of the world. Minister Rauna zegt dat Cyprus een frontstaat is als het gaat om migratie in de Europese Unie. Meer dan 5% van de bevolking op Cyprus bestaat uit asielzoekers. En daarmee heeft Cyprus het hoogste gemiddelde per hoofd van de bevolking van de hele Europese Unie. Ook politicoloog Hubert Faustman ziet dat veel mensen van buitenaf naar Cyprus komen. Of het nou Cameroenezen of Indiërs zijn, Libanezen of Syriërs, Israëliërs of Palestijnen, of Oekraïners of Russen. And if you look at the region, it's the eye in the storm. Around here is violence, civil war, suffering, misery, political instability. But in the mindset of many, including people like me who live here, you feel very, very safe. Even so within 20, 30 minutes or an hour by a plane, you're in hell. Maar dat betekent volgens de minister niet dat je je vanaf dat moment onttrekt aan de afspraken met Brussel. In the case of Cyprus, for example, on the pact, we would have preferred on some of the provisions to have taken a different turn. Minister Rauna verwijst naar het Europese asiel- en migratiepact gesloten in Brussel. Dat kwam vlak voor de Europese verkiezingen rond. En over 2,5 jaar treedt dat in werking. What is important is that In every case, we have been able to deliver and to be united and to find compromises. And that is very much the beauty of the European Union. The reaching of compromises between EU member states. Het nieuwe Nederlandse kabinet lijkt echter niet op de uitwerking van het asiel- en migratiepact te willen wachten en pleit voor een opt-out op het gebied van migratie en wil daarvoor naar Brussel. Heeft die opt-out kans van slagen? Er is eerst een verdragswijziging nodig en dan moeten alle lidstaten toestaan dat Nederland uit de migratieafspraken treedt. Gaat Cyprus een veto inzetten? It's always tricky to make hypothetical scenarios and address them. But what I can say, the pact on migration was on the table for close to 10 years. The discussions have been challenging, and you would expect them to be challenging. The fact that we reached agreement on the pact, it was not a given. There was a time when we thought, will it happen, will it not happen? It happened, the EU delivered. It sets an important framework from where to work. Discussions are ongoing on migration. It's also part of the discussions we're having on the strategic agenda. But I am confident that as we have done on the past, even on issues where there are disagreements, where there are challenges, we will manage. Die strategische agenda, dat gaat om een 5-jaren plan vanaf dit jaar tot 2029... waar de politieke leiders van de EU zich momenteel over buigen. Maar toch even terug naar de vraag. Want als je het hebt over solidariteit als onderdeel van het asiel- en migratiepact, dan is het toch niet voordelig voor een land als Cyprus wanneer Nederland zegt toedeledokie. You can say it's not in the interest of the EU that one country is dropping out. Well, so far on migration, we have managed to reach unanimity, and we're always ready to discuss constructively. The main issue is deciding what our goals are, what our objectives, what our vision is for the next 20, 30 years. See our policies in that light, and see also the impact of those objectives on the policies. And the last thing to discuss
is the issue of the decision making. Dat zei de Cypriotische minister die over Europese zaken gaat, Marilena Rauna, in gesprek met onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. En wil je daar meer van horen, over Cyprus bijvoorbeeld, en hoe dat land omgaat met alle oorlogen in de regio en welke gevolgen daar ze daarvan ondervinden, luister dan naar de podcast De Oostflank en doe dat in de BNR-app.